Nog is het niet zover dat de watersportliefhebbers hun hart kunnen ophalen op onze meren en plassen. Maar een voorproefje konden ze al krijgen op de 8e Hiswa watersporttentoonstelling in Amsterdam. De laatste nieuwtjes op het gebied van de zeil- en motorbootsport waren hier te zien. Zoals de Catamaran tweelingzeilboot. Behalve emmers en afwasstijltjes worden tegenwoordig ook zeilscheepjes van plastic vervaardigd. De snelste boot van de tentoonstelling hing hier in de lucht. Hetgeen van de speciaal geconstrueerde waterhelikopter nog niet gezegd kan worden. Ofschoon dat wel in de papieren staat. Heel erg in de papieren lopen de grote motorjachten. Zoals de Klaas Compaan, die 58.000 gulden kost. Voor dit grote bedrag krijgt men onder andere een stel geriefelijke slaapplaatsen en een keukentje met gijzer en ijskast. Zijn deze schepen bestemd voor mensen met een zeer ruime beurs, toch wordt er ook aan de kleine man gedacht. Voor hem is er dit speelgoedbootje waaraan ook vader veel plezier kan beleven. Het was vooral voor de liefhebbers een interessante expositie. En het spreekt vanzelf dat velen van hen verlangen naar de dag waarop ze op volle kracht het watersportseizoen kunnen binnenvaren.